Yo filmbuddies, mijn naam is Noah. Leuk dat je kijkt naar deze speciale video op de Filmfabriek. Elke maand komen er gigantisch veel films uit. En ik heb er speciaal 5 geselecteerd die je deze maand sowieso moet kijken. In 2014 maakten we voor de allereerste keer kennis met Kelly en Mac Ratner in de film Bad Neighbors. En ze kregen het aan de stok met een mannelijke studentenvereniging. En ze kregen een kindje, een dochter. En nu in deze Bad Neighbors 2 krijgen ze te maken met een vrouwelijke studentenvereniging. En dat is niet helemaal wat je wilt wanneer je een dochter wilt opgroeien. Opvoeden bedoel ik. Want de familie Ratner is nu knijterbang dat hun dochtertje, wat net geboren is, net zo wordt als die chicks uit die studentenvereniging. Ik ga de film dit weekend kijken en check wat voor giveaways ik heb gekregen. We beginnen met sowieso 2 kaartjes voor de film. Oké, kijk deze. Als ik heel eerlijk ben, doet me dit meer denken aan een penis dan aan een goed getraind lijf. Maar dit is het toppunt. Bluf dat je deze onderbroek gaat aandoen. Nou goed, de review komt maandag online. En dan vertel ik hoe je deze prijzen kan winnen. Dus mocht je deze film zelf willen checken, wacht er nog even, want je krijgt dit shirt en een onderbroek plus 2 tickets. Misschien wel van mij. Deze film, ik ga er heel kort over zijn, want hoe sick is het dat jij gewoon een spelletje voor op je mobiele telefoon ontwikkelt. Vervolgens wordt dat populair, wordt het heel populair, ga je meer spelletjes van maken, nog meer spelletjes. En tadaa! Daar is je bioscoopfilm, The Angry Birds. Ik ben heel benieuwd wat voor film dit gaat worden. De essentie ligt natuurlijk op die vogeltjes die niet kunnen vliegen, dus zijn het dan eigenlijk wel vogels? Haha, struisvogels zijn ook vogels die niet kunnen vliegen, maar we gaan niet kijken naar struisvogels. Snap je waar ik heen wil? Nee, maakt niet uit, in The Angry Birds film gaan we kijken naar groene biggetjes die het eiland van de niet vliegende vogels betreden. Nobody knows why. Ja, heb ik je nieuwsgierig gemaakt? Vanaf 18 mei kan je de film zelf checken in de bioscoop. En gaan we gauw door naar nummer 3. Want vanaf 19 mei, dames en heren, kunnen we weer genieten van een nieuwe X-Men film. X-Men Apocalypse, geregisseerd door Bryan Singer. Die ook al X-Men Days of Futures Past regisseerde, wat ik best wel een vette film vond. Ook al ben ik niet echt heel erg into die mutant, Marvel, DC comic wereld. Het is voor mij, zeg maar, laten we zeggen, je hebt aarde en je hebt Marvel en je hebt DC comic en ik leef op aarde. In Apocalypse kijken we naar Apocalypse, een van de grootste en ergste en beste mutants uit X-Men Universe. En Apocalypse, die wordt na duizenden jaren wakker en hij denkt bij zichzelf, jeetje, in wat voor kutwereld leef ik? Ha, bah, helemaal geen zin in. En hij selecteert een aantal X-Men people. Nee. Hij selecteert een aantal mutants die hem moeten helpen om de wereld weer te veranderen. En laat Raven en Professor X daar nou totaal geen zin in hebben. En eigenlijk alleen Apocalypse kunnen bestrijden met een stel nieuwe X-Men people. Waaronder Jean Grey. En zij speelde natuurlijk Sansa Stark in Game of Thrones. En haar echte naam is Sophia Turner. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat uitpakken. En vanaf 26 mei komt Alice Through the Looking Glass. Ik persoonlijk kijk heel erg uit naar deze film. Ik vind Johnny Depp namelijk altijd heel erg leuk in dit soort rollen. Weet ik veel, Edward Scissorhands. Hij speelde natuurlijk ook al in Alice in Wonderland. Het lijkt wel alsof dit soort rollen hem meer passen. Dus ik kijk hier zeker naar uit. De regisseur is James Bobbin. En hij maakte ook The Muppets. The Muppets Most Wanted. En Ali G. Dus ergens hoop ik dit soort humor ook wel weer terug te zien in Alice Through the Looking Glass. En het is de allerlaatste film van overleden acteur Alan Rickman. Laten we alleen al om deze reden deze film gaan kijken. Of toch niet? En op nummer 1 heb ik The Nice Guys. Vanaf 19 mei kunnen we kijken naar deze buddycop film met Ryan Gosling en Russell Crowe. En waarom vind ik deze film nou heel erg vet? Je kijkt naar een gast die privédetective is, gespeeld door Ryan Gosling. En een krachtpatser, gespeeld door Russell Crowe. En ze moeten een vermist meisje gaan opzoeken. En wanneer deze vermissingszaak in verband wordt gebracht met de moord op een grote pornoster. Well, ladies and gentlemen. Now you have my attention. Nee, gekkigheid. Naast deze interessante case vind ik vooral de stijl, jaren 70, heel erg aanstekelijk. En de chemie tussen Russell Crowe en Ryan Gosling. Ik hoop dat het niet nep is, maar echt. Ja, hilarisch. Deze film die past natuurlijk in het rijtje van een Rush Hour, een Lethal Weapon, Bad Boys en Ride Along. Maar in deze zaak hebben wij te maken met 2 white boys. Racist. Voordat je wegkleedt, ik heb nog 1 bonusfilm voor jou. De film is in 2014 uitgebracht, maar nu vanaf 19 mei pas in de Nederlandse bioscoop te zien. En ik heb het over That Sugar Film.
En dat vertelt een verhaal, het is een documentaire, over het gebruik van suiker. En hoeveel beter je leven kan zijn wanneer je geen suiker tot je neemt. Interessant. Anyway, ik ben heel erg benieuwd naar welke film jij het meeste uitkijkt deze maand. Laat jouw favoriete film in de reacties achter. En klik hier anders voor de allernieuwste hashtag filmreview die ik heb gemaakt. En anders check ik jou bij een nieuwe video op de Filmfabriek. Later.